Eind januari hebben we de eerste 250 euro gestort in een nieuwe portefeuille. Het idee daarachter was dat we iedere maand, eigenlijk met een nieuwe portefeuille zijn begonnen, waarin we iedere maand 250 euro in beleggen. Nou, in deze video gaan we kijken naar het rendement van de afgelopen maand, bij onze eerste investering. Dus. We gaan dat vergelijken met VWRL. Maar we gaan ook kijken naar het, aandeel, het nieuwe aandeel waar we deze maand 250 euro in gaan investeren. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passieveinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. Maar ook als je graag een portfolio opbouwt voor de lange termijn, gaan we nu beginnen met het rendement van de afgelopen maand. Want vorige maand zijn we dus begonnen met het nieuwe portfolio. Ik kocht toen de Semiconductor ETF van, van ECK. Nog steeds zijn er trouwens veel bedrijven die melden dat ze chiptekorten hebben. Veel autofabrikanten, maar bijvoorbeeld ook Sony met hun PlayStation 5. Het rendement was de afgelopen maand erg goed. De ETF had zelf een rendement van 4,6%, maar wij waren iets minder lang dan een maand. We hebben ongeveer drie weken geleden zijn we ingestapt en kijken we bij de Giro waar ik toen de eerste investering heb gedaan, dan zien we dat we een rendement hebben van 6,01% en met vandaag alweer een wat mindere dag van ja, min 1,7%. Gaan we dat dus vergelijken met VWRL. De afgelopen maand liet VWRL een rendement zien van bijna 2%. Deze maand hebben we dus een beter rendement gemaakt dan VWRL. Maar dat is, ja, was eigenlijk ook wel de verwachting. Op de korte termijn, in ieder geval. Terwijl het op de lange termijn steeds dichter bij elkaar gaat. Omdat onderzoek wel aantoont dat het gewoon heel erg moeilijk is om op lange termijn het wereldwijde gemiddelde te verslaan. Maar genoeg over de afgelopen maand. Laten we gaan kijken naar het aandeel van deze maand. En dat is iShares Core World ETF geworden. Oftewel het tickersymbool IWDA. Want het doel is om een gedegen portfolio voor de lange termijn op te richten. Niet een portfolio met heel veel ja, mega-winsten op de korte termijn. Dat is wat vaak wel leuk natuurlijk. Maar dat gaat het vaak ook gepaard met veel risico en op de korte termijn gericht. Terwijl wij juist nu hiermee willen richten. Juist voor een mooi rendement ook op de lange termijn. En natuurlijk proberen we VWRL het wereldwijde gemiddelde wel te verslaan. Maar we moeten wel in gedachten houden dat we ook wel een beetje uh, ja, spreiding aan willen houden. Dat we niet te veel risico gaan nemen. En zeker met een beginnend nieuw portfolio is het dan heel erg belangrijk en heel erg slim om gebruik te maken van ETF's. We letten bij deze ETF's dan wel op de spreiding en op de kosten. En dat maakt juist deze ETF, die van iShares, die we vandaag behandelen, juist zo interessant. Ten eerste zit hij in de kernselectie van de Giro, wat inhoudt dat je hem één keer in de maand gratis kunt kopen, dat je geen transactiekosten betaalt. Wil je nou ook beginnen met beleggen? Nou, zoals gezegd, ik maak daarvoor gebruik van de Giro, net zoals 1 miljoen anderen. Een link naar de Giro vind je onder de video. Het is gratis om een account te openen, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm. En dat zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. Maar behalve dat hij in de kernselectie zit, heeft iShares vanuit zichzelf ook gewoon heel erg lage kosten voor deze ETF van 0,2% per jaar. Kijken we dan naar de spreiding, dan is dat ook interessant. Het is ten eerste gericht op ontwikkelde landen, waarbij de Verenigde Staten goed zijn voor 66% van de aandelen in deze ETF. Gevolgd door Japan met 7,8% en het Verenigd Koninkrijk met 4,3%. Maar er is ook grote verdeling over ja, vele sectoren eigenlijk waarbij IT de grootste is, de meest belangrijke met 22,2%, gevolgd door de financiële diensten en de gezondheidszorg met allebei rond de 13%. Maar waarom kies ik dan nu voor zo'n wereldwijde ETF? Nou, misschien is het je al opgevallen de laatste week, maar beurzen staan bijna dagelijks ja, best wel weer veel in het rood. Dat zien we bij de AIX die nu wat terugvalt, maar ook bij de S&P zien we veel meer rode candles zeg maar, de laatste tijd. Er is gewoon onzekerheid op de beurs. En dat komt door een oplopende rente. Maar ook de inflatie, die waarschijnlijk gaat stijgen. Maar ook juist het afwachten van nieuws. Van een nieuw steunpakket in de Verenigde Staten. Want Biden wil 1900 miljard in de economie stoppen. Ja, beleggers kijken naar dit nieuws. En wachten ook nog een beetje af. Tot het misschien wel ja, definitief is. Of in ieder geval echt uitgelegd dat het gaat lukken. Dat speelt nu dus op de markt. En heeft eigenlijk de hele markt. En vooral Amerika. Ja, de, zorgt al voor een effect. Kijken we echter naar de top 10 posities van iShares de afgelopen week. Nou, dan zien we dat Apple bijna 4% in de min, ook Microsoft in de min, Amazon een beetje, Facebook met min 3,3%, Tesla met 3,8%, JP Morgan dan wel weer een plusje met 6%. Maar ook Johnson Johnson en Nvidia staan de laatste tijd, de laatste week dus in de min. En daarom kies ik nu dus juist ook voor deze ETF. Ten eerste om toch te kunnen profiteren van een dip in de markt. En tegelijkertijd nog steeds spreiding toe te kunnen passen. Nou, wat meer informatie over deze ETF. De omvang van deze ETF is bijna 33 miljard dollar. Hij is opgericht in 2009. Ze houden de aandelen fysiek aan. Oftewel, ze zijn ook echt in het bezit van het fonds. Het dividend wordt geherinvesteerd, herbelegd. De kosten zijn zoals gezegd 0,2%. En tenslotte zien we ook dat er in totaal net geen 1600 verschillende bedrijven in deze ETF zitten. Kijken we naar het rendement de laatste jaren. Nou, vorig jaar was dat net geen 16%. In 2019 was dat net geen 28%. In 2018 dan wel weer een verlies van 8,6%. Maar ook dat was op de hele beurs. Uh, juist in het laatste kwartaal dat het heel erg slecht ging, maar het jaar daarvoor 2017 bijvoorbeeld weer ook heel erg goed met 22,5%. En op jaarbasis komt dat dan neer op een gemiddelde van 8,4% in de laatste drie jaar of gemiddeld 9,5% in de laatste tien jaar. Kopiëren we dan het tickersymbool IBDA of de e code dan gaan we naar de Giro voor onze aankoop. En hier zie je de portefeuille waar ik het straks in de video had over 6% is dat inmiddels iets gezakt omdat het toch nog wat minder gaat op de beurs op dit moment. Uh, Zoom ik nog een klein beetje in. En dan heb ik dus uh, gekopieerd en dan kunnen we linksboven weer gaan zoeken. Als we deze code pakken, de ISIN-code, e dan is het degene die bovenaan staat. Want degene in de kernselectie zit op de Amsterdamse beurs. En we zien hier ook het tickersymbool IWDA. Dus die klikken we aan. Dan zien we nu eigenlijk de koers van het laatste moment. Uh, we kunnen ook een beetje uitzoomen naar de laatste maanden. Heeft af en toe een dipje, maar wel een stijgende lijn. En zoals gezegd, nu ook weer een klein dipje. En daarvan proberen we ook een beetje te profiteren op dit moment. We zien op dit moment een koers van 62,69 euro. En 69 cent. Wat betekent dat met de vrije ruimte die we hebben, dat we daar vier aandelen van kunnen kopen. Dus we gaan vervolgens naar rechts klikken op koop. Doen een dagorder met een limiet van uh, op dit moment 62,69 en een aantal van vier stuk's waardoor we uitkomen op 250 euro en 76 euro cent gaan we hier plaatsen. Uh, we zien hier de uh, order nog een keer. ik zie hier geen kosten bij staan wat normaal wel zou zijn, maar waarschijnlijk dus omdat dat in de uh, kernselectie zit dat hij ziet dat het gratis kan op dit moment en daarmee bevestig ik dan de aankoop. dan zien we hem hier rechtsboven verschijnen en hij is ook trouwens meteen uitgevoerd. dus als we nu terug gaan naar de portefeuille dan zien we dat we niet alleen de Van Eck semiconductor hadden. Maar inmiddels ook de IShares ETF waar we zojuist over hebben gesproken. En daarmee hebben we dan de aankoop voor deze maand weer gedaan. Opnieuw 250 euro geïnvesteerd. En zoals gezegd, dat doen we via Giro. En een link naar de Giro vind je onder deze video terug. Mocht je ook een account willen openen. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? En gaan we volgende maand. Ik denk halverwege maart weer een nieuwe uh, video maken in deze serie weer opnieuw 250 euro investeren. En vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar daarmee help je ook het kanaal. Want deze video wordt elkaar meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien? Maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan even onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.